Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Welkom bij een nieuwe podcast voor de Bewustzijnsschool. Mijn naam is Dina Perla Poortnaar. De derde podcast alweer die we gezamenlijk met elkaar aangaan. Leuk. Goed dat je erbij bent. Dank je wel dat je luistert. Nou, in de afgelopen 2 podcasts hebben wij het gehad over corporate spiritualiteit en over purpose, wat het betekent. En over het idee van passie en dat we zaken moeten najagen in plaats van laten gebeuren. Dat we eigenlijk zelf purpose zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Dat hetgene wat we voor ogen hebben, als je het hebt over the secret of law of attraction, dat soort manifestaties, dan hebben we een richting. Dat is goed, maar de uitkomsten en de resultaten kunnen we loslaten. Want het gaat erom dat we ons dienstbaar opstellen in het grotere geheel, in het universum. Nou, voor de Bewustzijnsschool geef ik een les in A Course in Miracles. En dat is ook altijd de backbone van mijn werk. En daarnaast ook de Kabbalah. Ik kom uit een familie waarin dat veel aan bod kwam. En ook heb ik een hoop andere werken en systemen, ook psychologische, bekeken en bestudeerd. En dat zit er ook allemaal achter. Dus dat zijn ook mensen zoals Ken Wilber, filosoof, of Caroline Misnik, ook een hele mooie om te noemen. Ook in het psychologische en medische werkveld en meer. Nou, waar ik het vandaag met jullie over zou willen hebben is over diep nadenken. En wat betekent dat? Ik wil het weer hebben over het werkleven en over spiritualiteit in de corporate wereld. Want dat is een thema dat erg gaat opspelen en terecht ook. Er is veel nodig op dat vlak. Het is ook een nieuw werkveld. Ik heb ook veel reacties gehad van mensen uit de hoge bewustzijnsgemeenschap. De reacties waren vooral veel lof, support en bevestiging qua herkenning. Dus mensen hadden echt zoiets van, ja, wat jij zegt, dat snap ik, dat zien wij ook. We zouden ook echt die spiritualiteit dus veel meer naar het bedrijfsleven willen brengen. En terecht. En toch heb ik ook vanuit de bedrijfskundige hoek wel een aantal kritische reacties gehad. Zoals, zouden we niet gewoon heel erg met ons gezond verstand moeten handelen en ook op die manier moeten werken? En zouden leidinggevenden en professionals niet gewoon hun rol moeten uitoefenen? En is dit niet gewoon hartstikke zweverig en gebakken lucht? En moeten we eigenlijk dit soort functies wel creëren? Waar hebben we het nou over? Ik heb hier ook met BNR over gesproken om te kijken of we daar iets mee gezamenlijk zouden kunnen doen. En als we het hebben over persoonlijke groei, dan zit dat in zoveel verschillende disciplines en elementen. En dat past natuurlijk ook bij de performance of money mindset. Iets waar BNR, een zakelijke zender, zich natuurlijk op focust. Maar waar ik nog meer over gesproken heb, is over zingeving en over diep nadenken. Want dat is wel echt wat wij nodig hebben, ook in de politiek, ook in het bedrijfsleven, met alle innovaties die gaan komen en alle ontwikkelingen. En dat is niet niks. Kijk ik even naar wat er over de grenzen gebeurt, naar Amerika, dan zie ik dat Marianne Williamson, spiritueel leider, voor mij een van mijn belangrijkste meesters, schrijfster, ambassadeur ook van het psychologisch systeem, A Course in Miracles. Zij zei, ik stel me weer kandidaat voor de Amerikaanse verkiezingen. En ik wil eigenlijk 1 quote herhalen. Iets wat zij gezegd heeft. En dat wil ik zo precies mogelijk doen. En vandaar dat ik dat ook even in het Engels doe. The lower inclination of human nature cannot be defeated by politics alone. But they can be overridden. Our political circumstances are not simply a product of external policies, but even more so of internal dynamics like fear, depression, hope and yearning.
The mindset of the current political establishment neither acknowledges nor understands the deeper emotional and psychological rivers that underlie political forces on the move today. Laat dit tot je doordringen. Feitelijk wat zij zegt is dat het politieke stelsel en de mindset die wij in de politiek hanteren, is eigenlijk ook wel de mindset die veel terugkomt in de corporate wereld, in het bedrijfsleven. Ja, daar ontbreekt het aan het begrip van hoe de interne wereld met de externe verbonden is. Want run je een ecosysteem, dan run je eigenlijk meerdere werelden bij elkaar en één geheel. Dus dat is echt wat waar ze het over heeft. Dit gaat over transities en over innovaties en mindbuilding in de nieuwe tijd. Dit gaat erover dat wij diep moeten nadenken met alles wat wij oppakken. Waar we ook mee bezig zijn. Ook in het bedrijfsleven, want er staat een hoop op ons te wachten. Hebben we het dan over iets dat zweverig is? Nee. Komen we wel ver met gezond verstand? Jazeker, een heel eind. Alleen heeft gezond verstand er niet voor gezorgd dat bepaalde misstappen niet zijn gemaakt. Ook in het bedrijfsleven. Er zijn talloze voorbeelden van situaties binnen dit soort ecosystemen waarin het niet goed is gegaan. En dat komt omdat handelen vanuit een hoger bewustzijn is uitgebleven. En we merken dat iedereen daar nu wel enigszins iets van of weet. Sommige mensen willen daar heel weinig mee te maken hebben met spiritualiteit aan zich. En toch zie je dat dit soort mensen ook echt vanuit een wat hoger bewustzijn collectief meegaan. Dat is de tijd, de nieuwe tijd waarin we leven. En daarin is spiritualiteit echt een apart domein. En als zodanig zou het ook erkend moeten worden. He, je gaat ook niet voor chirurgie bijvoorbeeld een bakker inzetten. He, om het even wat plat neer te zetten. Maar zo is het natuurlijk wel. Mensen worden niet voor niets aangenomen op een bepaalde plek, in een bepaalde rol. Maar werknemers zijn niet slechts resources of kapitaalgoed of productiemiddelen. Daarom vind ik zelf human resources absoluut geen zinnige term. En ook van de oude wereld. Sterker nog, je zou je kunnen afvragen hoe dat stukje binnen de organisatie op een andere manier ingevuld zou kunnen worden. En iedereen is hier op deze wereld om op eigen wijze bij te dragen. Dat is het mooie ook aan dit, namelijk dat je dus wel een rol voor spiritualiteit mag creëren, omdat het een specialisatie is. Omdat deze mensen over bepaalde vaardigheden beschikken. Hè, er wordt niet voor niets vaak de term paranormale vaardigheden erbij gehaald. Want dat is het natuurlijk ook. En als we het hebben over een nieuwe functie, dan gaat het niet om het ego. Hè? Het gaat niet om een functie creëren omwille van een functie, een lege huls. Want dat komt zeker te veel voor. En ik weet dat het ook echt allemaal mensenwerk is. Dus ook in die nieuwe rollen of ook zelfs in de oude rollen. De wat meer, laten we zeggen, vanuit de establishment. Hè, wat al langer in ons werkveld aanwezig is. Je merkt gewoon dat het mensenwerk is. Hè, de ene arts is de andere niet. De ene programmeur is de andere ook niet. Hè, dus tuurlijk is dat zo. Een happiness officer is net zo goed ook een bepaalde term. En ja, natuurlijk, wat houdt dat in? Is het een modeverschijnsel of niet? Waar ik het over heb, is iemand die meedenkt en meekijkt met de organisatie. En niet zozeer in een klein stukje van welzijn. Of bijvoorbeeld persoonlijkheidstesten.
of andere manieren, methodes die erg hands-on zijn om het welzijn te verhogen. Dat is goed en er is niks mis mee. Net zoals er absoluut niks mis mee is met de green juices, met yogamatjes, met een leuk leven leiden en het zo goed mogelijk willen doen. Alleen, vanuit dat niveau gaan we zeker niet de veranderingen aanpakken. En daar komen de veranderingen ook niet vandaan. We hebben meer nodig, meer stevigheid. Een specialist die met een organisatie meekijkt is niet iemand die een stukje oppakt, maar juist het geheel bij elkaar brengt. En dus ook op topniveau kan schakelen, maar ook net zo goed in alle lagen van zo'n organisatie. Juist dat is hetgene wat spiritualiteit doet. Het is een backbone. En kennis van psychologische en spirituele, enigszins ook filosofische werken, ja, dat is wat daarachter zit. Terwijl inderdaad iedereen het vermogen heeft om zich verder te ontwikkelen qua SQ. Net als dat net zo goed geldt voor IQ en EQ. Allemaal belangrijk binnen de organisatie. Als we het hebben over wat er op ons te wachten staat in een nieuwe tijd, dan kan ik wel een aantal voorbeelden noemen waaruit gaat blijken dat diepdenken, vernieuwing, sociale moed en sturing vanuit een moreel kompas bij ieder individu gestimuleerd zou moeten worden. Want dat is wat er op ons staat te wachten. Het gaat om de aansluiting van het innerlijke op het uiterlijke leven, zodat mensen met meer vreugde, meer vitaliteit ervaren wat ze doen en ook werken en met andere mensen schakelen enzovoorts. Maar ook dat ze adaptief zijn in veranderende tijden. En vooral dat wordt het allerbelangrijkste voor iedereen om verder te komen in de wereld. En ook om vanuit een bepaald standpunt, een bepaalde verankering met de nieuwe ontwikkelingen om te gaan. Zoals met de robotisering. Het is niet voor niets dat veel initiatieven op het gebied van spiritualiteit, zoals de spiritualiteitsschool of centrum, de bewustzijnsschool, de school of life enzovoort slagen. Dat zegt iets. Het is ook echt niet voor niets dat allemaal media-initiatieven zoals Onbeing of Sounds True Media of Impact Theory het over alle landsgrenzen zo goed doen. En ja, deze is echt wel, nou, misschien wel een van de grootste signalen van deze tijd. Mindvalley, een online educatief platform, een educatiespeler. Wat zij willen is dat organisaties als ecosystemen steeds er voor de betrokkenen zijn en niet andersom. Dus niet dat de betrokkenen er zijn voor die organisaties. Een van de oprichters die spreekt ook over het idee dat niet alleen de money mindset en performance centraal zullen staan, maar vooral zingeving en persoonlijke groei. Het zullen ecosystemen zijn waarin persoonlijke groei steeds centraal zal staan. Wat dat dan ook betekent voor elk individu in die organisatie. En ja, diep nadenken. Sturing vanuit een moreel innerlijk kompas. Humaniteit. Juiste keuzes kunnen maken vanuit een hoger bewustzijn. Dat hebben we nodig, onder andere bijvoorbeeld door Chief Spiritual Officers. Want het gaat veel verder dan alleen maar persoonlijke groei van het individu. Een aantal voorbeelden van zomaar een aantal nieuwe expertises binnen verschillende disciplines. Stel, een zelfrijdende auto signaleert op een gegeven moment een klein kind dat oversteekt. De auto weet dat de afspraak die eraan zit te komen mogelijk een deal van 5 miljoen binnen kan halen. Versus iets van, nou wat is het, 30.000 euro schade als de auto doorrijdt.
Wie heeft de verantwoordelijkheid? Wie wordt aansprakelijk gesteld? De machine kan niet aansprakelijk gesteld worden. Is het de bestuurder? Is het degene die het geprogrammeerd heeft? Het bedrijf? De afspraak? En welke keuzes worden er dan op dat moment gemaakt? Het klinkt misschien nog wel een beetje futuristisch, maar het komt er al sneller aan dan je denkt. Smart cities is iets waar we met z'n allen mee te maken gaan krijgen. Ik zag bijvoorbeeld laatst ook een mooi filmpje van een partij. Ze zijn bezig om drones aan auto's te koppelen. Dat auto's ook zouden kunnen gaan vliegen. Ik weet dat ik nog als 10-jarig meisje ooit een verhaal hierover schreef. Precies hierover. En dan ook nog inklapbaar in een bepaalde rugzak. En nu wordt het bijna realiteit. Het duurt niet lang meer voordat we over dit soort keuzes al moeten gaan nadenken. En er zijn al professionals die dat doen. Een chief spiritual officer is iemand die bepaalde zaken bewaakt en bepaalde dingen kan aansturen. In samenwerking met de professionals en de leidinggevende. Vanzelfsprekend. Een ander voorbeeld, en dat gebeurt nu al. En in Amerika zijn ook een aantal partijen ook wel behoorlijk de mist ingegaan hiermee. Een bank houdt onder nieuwe klanten bij of iemand donker of licht is. Hè, qua kleur, huidskleur. En nog allemaal andere informatie. Net zoals je bijvoorbeeld als je iets online besteld hebt, dan zorgen allemaal algoritmes dat je bepaalde producten weer opnieuw gaat zien. Of als je ergens aan naar gekeken hebt of bij een bepaald evenement bent geweest. Ja, alles van jou, al jouw data kan worden gebruikt om bij te houden wat bij jou past. En er zijn hele marketingstrategieën die daarover gaan. Er gaat een hoop in om. Maar bij de bank, bij zo'n onboardingproces, dus kijken of een klant, of iemand een klant mag worden, wordt dus ook bijvoorbeeld de huidskleur bijgehouden. En vervolgens worden er geen leningen aan donkere mensen verschaft en wel aan mensen met een blanke huid. Of de leningen zijn flink lager bij gekleurde mensen dan bij witte mensen. Hoe wordt racisme hierin voorkomen? Nog een kwestie waar iemand die bepaalde zaken in een organisatie bewaakt, vanuit de psychologie, vanuit spiritualiteit, vanuit persoonlijke groei en zingeving, humaniteit, ethics, want dat is waar we over spreken. Zo iemand kan meekijken en kan ervoor zorgen dat de zaken in goede banen geleid worden. Het gaat dus om hele serieuze kwesties. En niet alleen maar feel-good spiritualiteit waar we heel erg ver in kunnen gaan. En wat mooi is, maar dit gaat over de toekomst van ons als mensen. Robots kunnen body helemaal overnemen, mind helemaal overnemen. Emoties, gedragspatronen, activiteiten, gedachtes. Maar spirit moet in handen blijven van mensen. Een heel ander voorbeeld, en eentje die bij mij in mijn persoonlijke levensgeschiedenis erg aan het hart gaat. En dat is bijvoorbeeld in ziekenhuizen met health tech. Dus de combinatie tussen de gezondheidsverschijnselen, onderzoeken en IT-technologie, dus ondersteuning daarvan. Dat gaat heel hard. Er worden bijvoorbeeld op dit moment onderzoeken gedaan om te kijken of er eicellen uit huidcellen gekweekt kunnen worden. Als dat inderdaad realiteit wordt, als er gezonde mensen op basis van stamcellen geboren kunnen worden, dan is mijn probleem opgelost en kan ik alsnog biologisch een kind krijgen. Mijn grootste wens was dat ooit. Daar leefde ik voor. Dat deed ik. Dat was hetgene waar ik naartoe gewerkte.
En ik wilde ook niet een tussenvorm. Want het gaat niet om het ouderschap. Hè? Want als ik echt ouder wil worden, dan word ik ouder. Oplossingen genoeg. Het ging mij echt inderdaad om het biologische, om heel veel redenen. Op dit moment worden er ook heel veel onderzoeken gedaan. En die gaan over, ook over health tech, maar over iets anders. Namelijk combinaties tussen mens en dier. Ja, laat die tot je doordringen. Het gebeurt dus echt. En dan is de vraag, wie komt er op voor het belang van patiënten met een kinderwens, hè, die echt baat hebben bij de ontwikkelingen van bepaalde technologieën? Wie gaat in zo'n team, zo'n R&D-team, daarvoor het een en ander bespreken en aansturen en de gesprekken aan? En dat worden complexe gesprekken. Want later zal de discussie ook gaan over bijvoorbeeld, als iemand een stukje huidcel van een ander steelt en op die manier een eicel kan aanmaken. Of moeten we niet een grens stellen aan de maakbaarheid? Want we kunnen op een gegeven moment laboratorisch gezien helemaal bepalen dat we een kind willen hebben met groene ogen. Het moet een meisje worden, bepaalde ziektes worden eruit gehaald enzovoorts. Dus de hele wet en regelgeving en de discussie daaromheen, die gaat nog spelen. He, als BNR ooit zegt, we gaan deze onderwerpen aan bod laten komen, weet dat het van mij komt. Weet dat het onderdeel is van mijn leven en ook besproken. Want dit is waarom ik ook bepaalde levensgeschiedenissen zo publiekelijk deel. Omdat het zo belangrijk is. Omdat het gaat over zoveel vrouwen die in dezelfde positie zitten als ik. En die vrouwen moeten gehoord worden. He, een stem. En dit zijn de kwesties waar we in ieder geval over moeten praten. En dat vergt nog een hoop van ons. Want het zijn nieuwe kwesties. Waarin het ook vaak een grijs gebied is. En iemand die als backbone al die systemen kent. En daarin kan meegaan, kan adviseren. Als een sterke consultant. Ja, dat is wat wij nodig hebben. Dat is nog eens anders dan alleen maar feel good en lekker zweverig kunnen zijn vanuit spiritualiteit. Hè, dus waar het om gaat is dat spiritualiteit een apart domein is. Het is een domein waarmee we diep kunnen denken, waarmee we mindbuilding kunnen doen, zodat we vanuit een hoger bewustzijn kunnen handelen. In alles wat op ons te wachten staat. En er zijn nog hele donkere stukken in de wereld qua geschiedenis. Er zijn nog zoveel plekken waar we nog heel wat licht nodig hebben. En dat kan ook gewoon hier in onze huidige samenleving met alles wat ons te wachten staat en alles wat er al nu speelt bij bedrijven. Het maakt niet uit wat voor soort bedrijf. Waar het om gaat is dat het begrepen wordt, dat we het willen snappen. En dat we op een andere manier naar bepaalde zaken willen gaan kijken. Een laatste voorbeeld hierin is het hele risk governance compliance werkveld. Dat heeft hier ook mee te maken. He, vanuit bepaalde ethiek kunnen werken. Zeker behavioral risk. Wat dan echt gaat over het gedrag van werknemers binnen de organisatie. Diep nadenken, dat is wat we nodig hebben. En echt die spirituele wereld zien als een serieus domein en een sparringspartner voor hetgene waar we doorheen gaan. Voor alle veranderingen. Als een stevige backbone. Dat is de boodschap die ik zo graag zou willen overbrengen naar de wereld. En daar heb ik jullie allemaal vanuit de hogere bewustzijngemeenschap voor nodig. Want het begint bij ieder persoon. Waarbij een richting goed is, maar zeker niet blind staren op hetgene wat je wil manifesteren. Want je hebt nog helemaal geen idee wat er nog meer in je schuilt.
En met die gedachte wil ik jullie voor deze podcast weer laten gaan. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Dag.